Frans Maassen, 1 minuut 38 over 22 seconden. Hoe bijzonder is dat eigenlijk? Ja, ik kan het niet geloven dat we gewoon op de finishlijn hadden we hem bijna te pakken. Dus het was onwerkelijk. Hoe hebben jullie dat in de auto beleefd? Ja, we zagen wel, hij zou wel rustig vertrekken, maar dat zag ik totaal niet terug. Hij vertrok als een komeet en de eerste tijdcheck kregen we al door dat hij 11 seconden sneller was. En ja, bij alle tussenpunten ja, zag je gewoon, ja, hij reed zo hard en het was wel stress in de afdaling. Want hij reed zo hard bergaf. Dus ja. En nou ja, goed, uiteindelijk blijft hij maar rijden. Pogacar wisselt van fiets, Vingegaard doet dat niet. Die blijft heel lang in die aero-positie zitten. Is dat dan de grootste winst in het laatste stuk van die klim? Ik denk wel dat het goed was voor Jonas dat hij niet gewisseld heeft. Dus dat was zeker een voordeel. Ja. Eén vraag nog, Frans. Richting morgen, heel zware rit over Col de Saisie, Rosela, Col de la Loze. Ja, gezien het feit nu, wat wordt morgen jullie plan? Ja, dat weet ik niet. Morgen is een nieuwe dag met zeker de zwaarste etappe van de Tour. Dus gaan we vanavond even bekijken hoe we dat aan gaan pakken. Geniet er ook vooral even van. Dankjewel, Frans.